Karel Welker, gefeliciteerd met deze fantastische overwinning, moet ik zeggen. Ja, elke overwinning is fantastisch als je het zo bekijkt. Dat zijn 3 punten erbij op de ranglijst. En Eindhoven concurrenten op de ranglijst. Dus dat is zeker lekker. Ja, want je doet goede zaken vandaag met ook op play-offs natuurlijk. Ja, nee, daarom. Want Eindhoven stond 1 punt onder ons volgens mij voor de wedstrijd. En dat is nu op 4 gezet. En ook anderen spelen ook weer tegen elkaar. En we krijgen nog Tobol, Stelser en die ploegen. Dus we hebben alles weer in eigen hand om die play-offs te halen. Ja, het was toch zwaar bevochten in ieder geval. Ja, nee, dat weet je van tevoren, want Eindhoven is wel een goed voetballende ploeg. Fysiek heel sterk. En daar moesten we ook fysieke strijd tegenover leveren. En met name de tweede helft hebben we dat wel goed gedaan. En je wint dan wel gelukkig, maar ja, die tellen ook.